Wat zijn je verwachtingen voor komend jaar? Wie zie jij met de zilveren ballen naar huis gaan? Ja, de snelste natuurlijk, maar dat kunnen heel veel zijn. We hebben Ronald Mulder, die reed afgelopen wereldkampioenschap, won hij de 500 meter, opende die gewoon 9-6. 9-5. Dai en Tap, die opent ook 9-5. Jesper Hospes kan 9-5 openen. Hebben de dames, heb je Flor van der Brand, die kan 10-3, 10-4 openen. Maar er zijn natuurlijk meer. En het wordt heel spannend. Ik zou het niet weten. Het is niet één keer een 500 meter. Je moet het ook een paar keer doen. Hè? Je moet in de hele avond van die wedstrijd moet je meegaan. Je hoeft maar één foutje te maken en dan ga je niet de ronde verder. Dus het is allemaal heel spannend. Ah, dat is wel mooi, die Wall of Fame. Want kijk, vorig jaar hier. Nou, Kodaira, Heather McLean, Gilmour Jr. Dat ben ik zelf. gewoon al die kanjes die vorig jaar meededen, die hebben hun naam hier ook eventjes neergezet. En als er weer nieuwe bijkomen, die lijst zal groter worden. Heather Richardson zal hier ook wel ergens hangen. En deed vorig jaar allemaal mee. We gaan het zien. We gaan het zien. We hebben er heel veel zin in. Oké, dankjewel. Top.